Al honderden jaren komen er heel veel mensen naar Carlo Vivari om een echte officiële waterkuur te nemen, om zo hun fysieke klachten te verminderen. Die kuur bestaat eruit veel kopjes te drinken van het warme water, maar ook nog eens een mineraal bad te nemen in datzelfde warme bronwater. En omdat je natuurlijk op straat wel water kan drinken, maar geen echt bad kan nemen, heeft elk hotel de faciliteit om zo'n lekkere warm mineraal bubbelend bad te nemen. Voilà, akkoord. Ja, ik vertel er helemaal niks van, maar het is in ieder geval lekker, lekker warm. Zijn Toussa, Ben Coomerholly. Zijn Toussa, Oeston en Bolly. Nou, even dat de Pils uit Pils komt, dat is overduidelijk. Want echt alles staat daar in teken van het goudgele en gouden drankje. Maar als je nou na dat bierfestijn even wil ontnuchteren, rij dan vooral even door naar Carlo Vivari. Want daar kan je lichaam weer helemaal laten schoonspoelen. En bovendien is het een heel mooi stadje om eens te bezoeken. Nou, ik ga er nog eentje nemen om het af te leren. Proost. Proost, hè? Proost. Sentosa. Tot zover Lottes bieravontuur in Tsjechië.